de stad wordt in de baan gestoken. De stadprocedure nu volop op gang gezet. De Euronormag wordt voorbij de leden getrokken. En we zien ook heel veel mannen over twee heen en pieper. En dan komt de glimlach weer de oorschijn. En dan zijn ze weg, de beste dames. Ze zijn getrokken om in een tipje te zetten. Dit is de Chantal Spiegelburg. Chantal op dit moment schiet aan de leiding bij Duimers. Zeer witte voorzitter door de eerste bocht. En ze zijn weg voor vijf rond de wedstrijd in de eerste omloop. En het is gelijk het nummer 90. Jos Aal. Jos Aal aan de leiding in de rode molen. En die is daar wachten. Jos. Okay.
maar weer gehaald. Die kant op gaan. Zo meteen om 3 uur staat iemand vol, want het is niet in de hand. Het is nu een keer dat er iemand over de polder komt. Dat is een hele dag. Ja, want ben je daar? Ja, daar zo. Ben je goed bij die polderbank? Ja, dan moet je daar. Dan moet je daar. Kom, daar van mij. Volgens mij was hij de startprocedure is middels een fluitje van Herman Pieper nu geactiveerd. De groene vlag voorbij. Dan zullen zo dadelijk de lampen gaan doven. Want het wordt nog 10 seconden voor de start is in de baan gestoken. En de mannen en vrouwen zijn inmiddels onderweg. Met aan de top de nummer 27 is het Leni Meer. Leni Meer op dit moment aan de leiding. Maar u ziet de diverse piloten. De piloten zitten als een kluwen spaken die hier op een gebak. Maar langzaam de positie kan het niet. Snippen aan de leiding, maar u ziet het, 3-4 piloten vechten daar op de eerste positie. Want dit zijn nog een piloten die gaan
de reclameboodschappen. We hebben het fluitje weer gehoord. De groene vlag zien we. En dan wachten we zo dadelijk op een kwart van de 10 seconden. En dan gaan we ons weer opmaken voor de volgende oploop. Ze zijn inmiddels vertrokken met op dit moment aan de leiding de 1109. De 1109 van Alina Hogebuurt. Thank you.
gewoon vooral in. Organisatie op de
zijn. En we gaan de laatste ronde, Daniel, doen. Laatste en laatste ronde. En we gaan zo dadelijk om de opwacht halen. Achter en alle kant staan ze van alles. Wat moeten we doen? Ja, dan kan je nog aan het schoppen. Dat is mooi, ik zei het nog even. Thomas Strauss op 3. Ik ga die weer even de baan verleuren. Het was ook gewoon een rode vlag. Kan jij een auto mee? Sorry, een nieuwe auto. Ja, een rode vlag. Bij waar? Anders wel een rode vlag. Ja. Ja. Op dit moment is het een nieuwe stap van de Ik ben nog wel 3 weken bezig. Ja, dat is leuk. Bezig, onder de klaar. Ja, heel hard.
Lucas.
Straatlijn, koers nummer 77, Jeremy de Vries. Jeremy de Vries, op 270. Achterom kijken, op de vrouw. Op de noer. Thank you.
Thank you.
drive of the four-wheel drive. Lekker spelen met snor.